Het havenverkeer in Amsterdam neemt geleidelijk weer zijn oude vormen aan, waardoor de vraag naar sleepboten steeds groter wordt. Door de Nederlandse scheepsbouwmaatschappij worden thans enkele gebouwd, waarvan de eerste in het water wordt gezet. Deze boot is bijna 27 meter lang en is uitgerust met een vermogen van 500 pk. Deze sleepboot krijgt de naam President Roosevelt. Er zijn al bijna 4 miljoen personenauto's in ons land en het wagenpark wordt alsmaar groter. Van de banden moet jaarlijks ongeveer een vierde deel worden vervangen. En daarmee zitten we midden in het probleem van de afgedankte autobanden. Vele daarvan zijn eens gemaakt in Enschede, waar de bandenfabriek zojuist een belangrijke regeringssteun heeft gekregen. Basis voor de autoband is tegenwoordig veelal synthetische rubber, die op een kunstvezelkoordlaag wordt gelegd. Daarna wordt de staalgordel aangebracht en vervolgens het loopvlak. Als hierna ook de zijvlakken zijn aangebracht, is de band gereed voor verdere afwerking in de vulkaniseerafdeling. In deze fabriek werken in ploegendienst 12 à 1300 mensen. De productie van banden voor personenauto's ligt tussen de 8000 en 10.000 per dag. Het vulkaniseren van de banden gebeurt bij een temperatuur van 180 graden Celsius in een batterij persen waarin ze ook hun profiel krijgen. Keren we nu terug naar het probleem van de bandenberg. Een deeloplossing wordt voor 10% gevonden in het tweede gebruik van de banden. Als het karkas van kunstvezel en staaldraad nog goed is, kan er een nieuw loopvlak op worden aangebracht. En daarna doorloopt zo'n coverband hetzelfde proces als een nieuwe band, tot en met vulkanisering en profilering. Vooral het vrachtvervoer maakt veel gebruik van gecoverde banden, die zo'n 40% goedkoper zijn dan nieuwe. En voor vliegtuigen worden na de eerste keer vrijwel uitsluitend vernieuwde banden gebruikt, soms wel tot 8 maal toe. Veel oude autobanden doen nog lang dienst in de havens. En zelfs is er wel eens een schip van gemaakt, zoals door de Amsterdamse rookmagier Jasper Grootveld. Maar ook dit tweede gebruik lost maar 10% van het probleem op. Voor 80% van de oude banden weet men nog geen bestemming. Wel wordt er momenteel geëxperimenteerd met een mengsel van vermalen autobanden dat wordt toegevoegd aan asfaltbeton. Door de minuscule rubberstukjes krijgt het wegdek grotere stroefheid en stabiliteit. Ook is er een begin gemaakt met de vernietiging van de banden. Bij de afvalverwerking Rijnmond bijvoorbeeld worden ze versneden en vermengd met huisvuil in een roosteroven verbrand. Dankzij een filterinstallatie komen de verbrandingsgassen als onschadelijke rookgassen in de atmosfeer. Dat kan niet gezegd worden van de rook die ontstaat bij de clandestine verbrandingen, die geregeld plaatsvinden op een van de 20.000 stortplaatsen die Nederland telt. De bandenkoning van Zwartebroek heeft een van de grootste, met 500.000 autobanden. Als de transportkosten maar niet zo hoog waren, dan zouden ze in Rijnmond wel verbrand kunnen worden. Maar zolang daarvoor geen oplossing wordt gevonden, zal het milieu in ons land op tal van plaatsen in hoge mate ontsierd blijven. In Carré, te Amsterdam, zijn in het kader van de Nederland-België ontmoetingen bokswedstrijden gehouden. De hoofdpartij tussen de Belg Fouquet en de Hollander Willy Quentemeijer eindigde in een knock-out zege van onze landgenoot. Over de Rijn bij. Wie in Amsterdam per auto van west naar zuid wilde, moest tot voor kort om het Vondelpark heen rijden via Overtoom, Leidse Bosje, Hobbemastraat en PC Hoofdstraat. Dit omrijden is nu echter niet meer nodig. Over het park is een brug geslagen van 14 meter breedte. Thank you.
Deze dagen werd zij onder enorme belangstelling door Amsterdams burgemeester voor het verkeer opengesteld. Brug 200 werd Vondelbrug. Het enthousiasme van de Amsterdammers maakte elk verkeer voor eerst onmogelijk. Later, toen het nieuwtje voor het publiek eraf was, kregen de auto's hun kans. Het verkeer door Amsterdam zal van deze nieuwe verbinding zeker veel nut ondervinden. Herinnert u zich nog hoe in de strenge winter die achter ons ligt, toen kanalen en rivieren dichtgevroren en de spoorwegen overbelast waren, hoe we toen voor het goederenvervoer voor een belangrijk deel waren aangewezen op het transport langs de weg, hoe chauffeurs en auto's de zaak aan het rollen hielden? Wel nu, deze chauffeurs, ze houden er niet van om aan de weg te timmeren, maar voor één keer is met deze goede gewoonte gebroken. In Arnhem, waar 300 deels geladen vrachtauto's in een 8 kilometer lange kolonne door de straten trokken met het doel autoriteiten, handel en industrie te laten zien waartoe het wegvervoer in staat is. En met de winterse prestaties nog vers in het geheugen zetten wij ze bij deze gelegenheid even in het zonnetje. Zo begon. Op het vliegveld Mandai bij Makassar arriveert de luitenant-gouverneur-generaal Dr. Van Mook. Na een inspectie van de erewacht vertrekt Dr. Van Mook naar het gouvernementspaleis, waardoor de geallieerden het gezag over de Grote Oost weer aan Nederland wordt overgedragen. In het bergplaatsje Malino, 1000 meter boven de zeespiegel, wordt Dr. Van Mook verwelkomd door een erewacht van 200 inheemse ruiters, onderdanen van de Raja van Goa. Vervolgens begint met de verschillende delegaties van de buitengewesten de conferentie. Hier worden de voorbereidende besprekingen gevoerd over de toekomstige status van deze gebieden. In Pezies Bad in Den Haag. De spoorbrug over de Oude Maas bij Dordrecht is hersteld. Dordrecht heeft weer zijn rechtstreekse spoorverbinding met het noorden. Weer is een elektrische trein feestelijk versierd. En langzaam gaat het in de richting Dordrecht, waar de hele stad is uitgelopen om deze heugelijke gebeurtenis mee te maken. Ook de paardensport krijgt zijn deel van de interlandontmoetingen. Op de renbaan Duindicht bij Wassenaar wedstrijden tussen Belgische en Nederlandse paarden. Bij de ren over 2 kilometer voor paarden van 3 jaar en ouder wordt in een spannende nek-aan-nek race de overwinning behaald door Windy Cliff in de tijd van 2 minuten 14 drietiende seconden. Anti-invasiepalen die door de Duitsers aan het Noordzeestrand zijn aangebracht, worden door kranen weer uit de grond getrokken. Met dit hout is nu nuttiger werk tot stand te brengen.
De palen worden naar houtzagerijen gebracht en tot planken gezaagd. In de meubelfabrieken ontstaat dan huisraad, waaraan vooral in de getroffen gebieden grote behoefte bestaat. Uit de dichte mist komt het eerste schip van de bootdienst Herritsch Hoek van Holland in Nederland aan. Als eerste stapt aan wal ingenieur Hupkes, president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, gevolgd door ingenieur Van Rijkenvorsel. Waarop de Nederlanders zich volkomen thuis voelen. Is het dan verwonderlijk dat onze jeugd reeds dadelijk na de bevrijding de scheepvaart ter hand nam? Is een schipper die het devies langzaam maar zeker tot het zijne gemaakt heeft. Behalve gezagvoerder is hij kassier, stuurman en machinist. Zijn grote broers zijn ook weer in vol bedrijf. En vanaf hun hoge rug hebben we een prachtig gezicht op de scheepswerven. Ze schijnen zich te verheugen
weer aan het werk te kunnen gaan. De beste stuurlui staan nu niet meer aan wal, maar daar waar ze horen, op de brug. Al is de brug soms wat smal, met vaste hand stuurt de schipper zijn schuit naar het doel. Zie naar de namen die onze schippers hun schepen gaven. Ze getuigen van een sterk geloof en van vertrouwen in de toekomst. En dit vertrouwen is niet beschaamd. Duizenden tonnen goederen wachten op verzending. In weer en wind doen de mannen van de scheepvaart hun werk. Als je zo uren in de kou staat, dan heb je niet veel aandacht meer voor de schoonheid van de Amsterdamse grachten. Maar mooi zijn ze. Of ziet u ze liever in de zon, vanuit het rondvaartbootje? Dat kan. De Schrijerstoren, een historische plek. In de Gouden Eeuw schrijden de vrouwen hier bij het vertrek van hun mannen naar het toen zo verre Indië. Nu heeft de havenmeester er zijn kantoor. Hij heeft geen reden tot schrijen. Integendeel, hij ziet met vreugde het aantal schepen van de grote vaart dat de Nederlandse havens aandoet met de dag groeien. Daar komt de Maaskerk uit West-Indië met katoen. Hier de Basel uit Oslo met stukgoederen. Hier de Tucker met steenkolen uit Amerika. En daar de Van Oldenbarneveld met een wel zeer kostbare lading. Repatriërende landgenoten. Zo bouwt Nederland aan zijn scheepvaartverkeer. En we kunnen, evenals onze pontvaarders zeggen, we zijn er nog niet, maar we komen er wel. Niet mooi, hè, deze klank. Dat komt doordat de klok gescheurd is. Vroeger moesten zulke klokken worden omgesmolten. Tegenwoordig is het mogelijk ze elektrisch te lassen en ze de oorspronkelijke klank terug te geven. Met hele dunne olie worden eerst de scheuren opgespoord en zijn die eenmaal gevonden, dan boort men er gaten in. Na deze behandeling worden de overgebleven dammetjes van het boren weggehakt en wordt de juiste vorm voor de lasnaad gemaakt. Nu zijn we zover dat met de voorbereidende werkzaamheden voor het lassen kan worden begonnen. Om de klok komt een plaatijzeren mantel. De holte wordt opgevuld met warmte-isolerende stoffen. En met grote branders wordt de klok dan op de vereiste temperatuur gebracht. Het duurt een paar uur voordat die 400 graden Celsius bereikt zijn. En dan begint het belangrijkste deel van de hele bewerking, het lassen zelf. De mannen dragen gasmaskers tegen de giftige koperdampen die tijdens het lassen vrijkomen. Is het lassen achter de rug, dan moet de klok eerst helemaal afgekoeld zijn voordat hij aan de buitenlucht kan worden blootgesteld.
Tot slot worden dan nog de lasplekken bijgepolijst. Luistert u nu eens naar het verschil tussen een gebarsten en een gerepareerde klok. Elke donderdag, vroeg in de morgen, kan men ze tegenwoordig weer zien gaan. De Veluwse boeren en boerinnen. Te voet, per auto, met paard en wagen of op de fiets. Met manden en korven en kisten vol eieren. Ze gaan naar Barneveld, het plaatsje van Jan van Schaffelaar, waar de wekelijkse eiermarkt weer in ere is hersteld. Voor het veilinggebouw en daarbinnen is het een roezemoezige drukte. Veel praten, loven, bieden, keuren. Handelaren uit het hele land kiezen hier eieren voor hun geld. Het moet gezegd, ze gaan niet over één nacht ijs. En vaak duurt het heel lang voordat boer en koper eindelijk aan de handslag toe zijn. Met 75 tot 100.000 eieren per marktdag is de aanvoer nog lang niet op vooroorlogspeil. Maar de prijzen liggen zo hoog dat de eierhandel toch nog in de papieren loopt. Bij de herstelwerkzaamheden in de haven van Rotterdam wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde Dipper Dredger, een Amerikaans drijvend werktuig dat vaak dienst doet bij het opruimen van koraalriffen. Met deze machine, die ons door de Amerikanen in bruikleen is afgestaan, worden zware betonbrokken uit het water voor de kaden verwijderd. Natuurlijk wordt vaak bot gevangen. Maar als het raak is, is het meestal goed ook. Hier komt een klein stukje van maar 7000 kilogram. Naar Rotterdam gaat het apparaat naar Kaapstad, waar het zal assisteren bij de vergroting van de haven aldaar. In het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden wordt onder de titel Vijf Eeuwen Schaak een tentoonstelling gehouden van het schaakspel door de eeuwen heen. De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, zijn excellentie dokter Gielen, brengt hier een bezoek. Hij wordt rondgeleid door de eigenaar van de verzameling, dokter Niemeyer. Op deze interessante expositie zijn schaakspelen uit vele landen tentoongesteld. Een Egyptisch spel uit de 20e eeuw. De stukken stellen onder andere voor een sphinx, een farao, een mummie en dergelijke. Dit eenvoudige houten schaakspel werd in de oorlog gemaakt door de gevangenen van het kamp in Vught. Ook zijn er enkele zeer kunstig gemaakte miniatuurspelen. Een gekleurd houten schaakspel met kabouterfiguren. Een primitief spel van de Bataks op Sumatra. Een Javaans schaakspel met Wayang-figuren. En een ivoren schaakspel uit Japan. De stukken stellen mythologische figuren voor.
De tijd van de zuurkool is weer aangebroken. In de fabrieken wordt hard gewerkt om deze smakelijke groente voor de consumptie geschikt te maken. Vele noodzakelijke behandelingen komt de zuurkool in grote kuipen van ongeveer 20.000 kilogram inhoud om er 3 weken te gisten. U weet waarschijnlijk al dat melk, die in grote hoeveelheden dagelijks bij de fabrieken wordt afgeleverd, een belangrijk exportartikel is. Voor het overgrote deel gaat ze als gecondenseerde melk naar het buitenland. En in een van de fabrieken die zich met dit proces bezighouden, zijn we eens gaan kijken. In dit geheimzinnig toestel wordt de melk bij een temperatuur van 95 graden gepasteuriseerd. Dat wil zeggen, bacterievrij gemaakt. Als conserveringsmiddel wordt per 1000 kilo melk 170 kilo suiker in water opgelost en daarna vermengd met de melk. Dit mengsel wordt onder een temperatuur van 55 graden in een vacuümketel ingedampt. Op deze wijze produceert de fabriek 1500 kilogram gecondenseerde melk per uur die in blik verpakt wordt. Ingenieuze machines vullen hier 165 blikjes per minuut. De blikjes worden in kisten verpakt. Die machinaal worden dichtgespijkerd. En dan kunnen ze de reis naar de keukens aanvaarden. Voorlopig alleen op de buitenlandse keukens, vanwege de deviezen. Ruim 1 miljoen gulden per maand aan deviezen. Een belangrijke industrie herleeft, kweekt in alle delen van de wereld goodwill en getuigt daarvan onze energie en onze kwaliteiten. In dit gebouw in Noordwijk, dicht aan de zee, bevindt zich het eerste Nederlandse radarproefstation. Op het dak staat de zogenaamde scanner, een belangrijk onderdeel van de radarinstallatie, waarvan de zender en de ontvanger in het gebouw staan opgesteld. Ondanks duisternis of mist is het door radar mogelijk de plaats van een schip of van andere objecten te bepalen. Populair voorgesteld gaat dit zo. De draaiende scanner die we zo even op het dak zagen zendt stralen uit die worden teruggekaatst zodra een voorwerp, in dit geval een schip, op hun weg komt. Deze teruggekaatste stralen geven op het radarscherm een beeld waaruit nauwkeurig de plaats van het schip af te leiden is. En dit is wat het radarscherm ons laat zien. Het radarproefstation is zojuist officieel in gebruik genomen. Onder de autoriteiten die bij de opening aanwezig waren, bevond zich de Engelse geleerde Sir Robert Watson Watt, wiens naam met de ontwikkelingsgeschiedenis van de radartechniek onverbrekelijk verbonden is.
Dankzij de medewerking van de fototechnische dienst van de KLM zijn wij in staat u deze opname te vertonen van de Noordzee in de greep van de winter. Zover het oog reikt is alles veranderd in een grillige massa van schotsen en kleine ijsbergen, iets wat sinds mensenheugenis niet is voorgekomen. Dit is geen zee meer, dit is een barre ijswoestenij. Op de terugweg naar Schiphol vliegen we over de Moerdijkbruggen. Ook onze stranden zijn onherkenbaar. Het zijn de Schotsen die door de westenwind aan wal werden gedreven, zich daarop en over elkaar heen stapelden en daarna in grillige formaties vastvroren. Toen de sneeuw erover en op de ijsberen na is nu het Poollandschap compleet. Een uniek schouwspel aan en langs onze kust. Stof voor urenlange verhalen aan onze kinderen en kindskinderen over die winter van 47. Met vliegtuigen zijn ze gekomen, de zakenlieden uit die delen van het land die het verst van Utrecht verwijderd zijn. Op Soesterberg stonden autobussen gereed om hen verder te vervoeren. Met treinen zijn ze gekomen, van overal uit het land. En met auto's en autobussen zijn ze gekomen. Utrecht had zich op haar paasbest uitgedost. Overal, als altijd, hingen de vlaggen uit, maar ditmaal waren in de stad ook versieringen aangebracht. Utrecht vierde mee het feest van de 50ste jaarbeurs. Een onafgebroken stroom van mensen trok dagelijks naar het Vreeburg waar de jaarbeursgebouwen zijn. 31 jaar geleden maakten velen dezelfde tocht naar de eerste jaarbeurs. Dat was midden in de Wereldoorlog, toen de grenzen gesloten waren en de Nederlandse industrie wilde tonen waartoe zij ondanks oorlogsbelemmeringen in staat was. Op het Vreeburg waren in een groot aantal houten gebouwtjes toen 690 deelnemers met hun goederen aanwezig. Er werd in die tijd nog reclame gemaakt voor de jaarbeurs, maar dat is al lang historie geworden. De houten gebouwtjes maakten plaats voor permanente gebouwen, de belangstelling nam steeds grotere vormen aan. En nu, bij het jubileum, bij de 50ste jaarbeurs, heeft deze belangstelling een hoogtepunt bereikt. Ook nu weer talloze inzendingen uit het buitenland. Uit België was er onder andere aardewerk en porselein. Uit Zwitserland trokken weer de verfijnde precisie-instrumenten de aandacht. Tsjechoslowakije toonde zijn mooiste glaswerk en kristal uit Bohemen. Frankrijk zond onder meer een collectie exquise parfums. Maar de Nederlandse industrie nam weer de grootste plaats in. De meest uiteenlopende textielproducten waren er tentoongesteld. De schoenindustrie toonde voor de voetballers een nieuwigheid: afschroefbare schoendopjes. Voor de dames de nieuwste modellen, afgestemd op de lange rok. Er was een reusachtige verscheidenheid aan artikelen. Zakenlieden uit elke branche konden op de jaarbeurs terecht. Huishoudelijke artikelen zijn weer in overvloed voor de binnenlandse markt beschikbaar. Iets geheel nieuws was het kookdressoir. Voor klein behuisde gezinnen misschien de redding uit de nood. Het herbergt een complete keukeninventaris. Een comfort is aanwezig en als het bovenblad wordt opgeklapt, verschijnt een volledig keukenaanrecht. Op het terrein aan de Kroezelaan was weer de technische afdeling ondergebracht, waar ook veel nieuws te aanschouwen viel. Ruim 3000 deelnemers uit binnen- en buitenland toonden hun producten. Steeds meer blijkt de Utrechtse jaarbeurs te zijn een centrum van economische activiteit, een onmisbare factor voor de opbloei van ons land. Kousen.
Een artikel dat nog heel lastig te krijgen is, maar toch alweer wordt gefabriceerd. In de moderne fabrieken draaien de machines op volle toeren. Toch komen nog veel nijvere handen tekort om alle vrouwen vlugger aan kousen te helpen. In het Amsterdamse fotoatelier werden de kinderpostzegels 1947 geboren. De kinderzegels, die elk jaar weer in de maand december onze aandacht komen vragen voor de misdeelde jeugd van Nederland. Deze kinderen hebben vaak een bijzondere verzorging nodig en die kunnen ze krijgen in de daarvoor bestaande inrichtingen. De lichamelijk gebrekkige kinderen, zoals blinden en doofstommen, kunnen een speciale verpleging krijgen. De toeslag op de kinderpostzegels levert een belangrijke bijdrage tot het instand houden van al deze tehuizen. Maar bedenkt u wel, als één Nederlander 50 kinderzegels van een dubbeltje koopt, dan is de Rijksdaalder toeslag nog maar net genoeg om één kind één dag te helpen. En als 10 Nederlanders ieder 50 zegels van een dubbeltje kopen, dan kunnen er 10 kinderen één dag geholpen worden. Maar zo zijn er niet 1 of 10, zo zijn er tallozen die hulp nodig hebben. En een jaar heeft niet 1, maar 365 dagen. Een aardige instelling van de dierentuin Blijdorp te Rotterdam. Met de ponytax naar de kleuterschool. Je zou zelf weer kind willen zijn. Een tijd geweest dat stads- en plattelandsbevolking elkaar niet begrepen. De oorlogsjaren hebben daarin een kentering gebracht. De stedeling kreeg begrip voor de belangrijke plaats die de boer in ons volksbestaan inneemt en omgekeerd leerde ook de boerenbevolking de stadsmensen anders zien. In die jaren ontstond de jeugdlandbouwhulpactie, een werk dat nu, na de oorlog, wordt voortgezet. Honderden jongens en meisjes uit de steden, leerlingen van middelbare scholen, brengen deze zomer hun vakantie door op het platteland, waar ze, individueel of in groepen bij boeren ondergebracht, praktische landarbeid verrichten en zo de boeren in de drukste periode van het jaar een aardige hulp verschaffen.
De jongens werken in hoofdzaak op het land, de meisjes meer op haar natuurlijke terrein, de huishouding. Zo komen stad en platteland nader tot elkaar, hetgeen van onschatbare waarde moet worden geacht voor de sterk en gezondmaking van ons volksbestaan. Op uitnodiging van het ministerie van Economische Zaken brengen vertegenwoordigers van de Nederlandse pers een bezoek aan de delfstofgebieden van ons land. En waar zou zo'n tocht anders beginnen dan in het Limburgse Kolenbekken, het belangrijkste delfstofgebied? In de loop van de dag worden ook de hoogst moderne overlaadinstallaties in Barn bezichtigd. Hier worden de kolen op wel zeer gemakkelijke en snelle wijze uit de wagons in schepen overgeladen. De productie van de Limburgse mijnen is, hoewel nog niet op het vooroorlogse peil, toch alweer zo groot dat de brandstofvoorziening van bevolking en industrie voor een groot deel verzekerd is. Engelse mijnwerkers brengen een bezoek aan hun Hollandse collega's om zich op de hoogte te stellen van het mijnbedrijf in ons land. Bij de belangrijke overlaadhaven van Stijn. Vanzelfsprekend is er ook een excursie onder de grond. Als ze weer boven komen, blijkt dat de Nederlandse kolen al net zo zwart zijn als de Engelse. Weer zijn we in Nederland in de gelegenheid om onze kennis van de Franse cultuur te verrijken. Onder de naam De Mode als Spiegel der Historie is in het Amsterdam Stedelijk Museum een tentoonstelling ingericht van Franse kostuums uit de periode tussen 1750 en 1900. En evenals enige maanden geleden de tentoonstelling van wandtapijten en gobelins, verdient ook deze expositie onze belangstelling. Het is ondoenlijk u alles te laten zien. Volstaan we met enkele markante details die ons de sfeer van het Frankrijk uit de 18e en 19e eeuw voor ogen roepen.
diep in het zuiden. In de prachtige bosrijke omgeving van Valkenswaard zijn we getuige van internationale terreinwedstrijden. Dergelijke wedstrijden eisen het hoogste van machines en rijders. Heuvel op, heuvel af, door mulzand, overschakelen, optrekken, afremmen, weer overschakelen enzovoort. Altijd spectaculair voor de toeschouwers, die dan ook met duizenden de wedstrijden volgen. Herinnert u zich nog hoe... In de Waalhaven te Rotterdam arriveert na een onafgebroken periode van activiteit gedurende 4 jaren Hare Majesteits onderzeeboot O23. Zij opereerde eerst in de Noordelijke IJszee, daarna in de Middellandse Zee en tenslotte in de Straat van Malakka. De spoorwegverbinding tussen Utrecht en Den Bosch, die onze 3 grote rivieren kruist, is weer hersteld. Terwijl de brug bij Culemborg onbeschadigd uit de oorlog kwam, werden de overgangen bij Zaltbommel en Hedel totaal vernieuwd. Treinen naar het zuiden konden daardoor slechts tot Geldermalsen rijden, waar moest worden overgestapt in autobussen. Het was van het noorden naar het zuiden van ons land een omslachtige reis, maar niettegenstaande de vele moeilijkheden kon het verkeer gaande worden gehouden. Pas in 's-Hertogenbosch kon men de reis weer per trein voortzetten. Met man en macht werd intussen gewerkt aan het herstel der spoorbruggen. Op 6 januari van dit jaar was de brug bij Zaltbommel klaar en kort geleden passeerden de eerste locomotieven de herstelde brug bij Hedel, de laatste schakel in het rechtstreekse spoorwegverkeer tussen het zuiden en de rest van Nederland dat nu kan worden hervat. Zondag 1 oktober. De eerste Nederlandse oliespoorweg van Oud-Schonebeek naar Nieuw-Amsterdam is in gebruik genomen. De olie die in Zuidoost-Drenthe gewonnen wordt en tot voor kort per auto of schip naar de raffinaderijen werd vervoerd, komt nu per auto naar Oud-Schonebeek
waar een speciaal overlaademplacement is ingericht. Hier wordt ze in de tankwagens gepompt. Is dat achter de rug, dan vertrekt de trein naar Nieuw-Amsterdam, waar hij op de hoofdspoorlijn komt. Deze nieuwe lijn betekent een belangrijke verbetering die een sneller vervoer van de olie garandeert. Onder de industrie.
in het oude academiestadje Franeker. Hier bouwde de wolkammer IJzer Eizinga tussen 1774 en 1781 met eenvoudige hulpmiddelen zijn planetarium, dat destijds de bewondering van de geleerde wereld opwekte. De assen en tandwielen van het ingewikkelde mechanisme zijn uit hout vervaardigd. Na reeds 3 maal deze winter te zijn uitgesteld, is nu toch weer de klassieke Elfstedentocht gehouden. 'S Ochtends om 5:30 zijn meer dan 300 wedstrijdrijders en ongeveer 2000 toerrijders vol goede moed aan de zware tocht begonnen. Van de wedstrijdrijders waren Bosman uit Breukelen en Schipper uit Steenwijkerwold al spoedig in de kopgroep die we hier staverend zien binnenkomen. Bij de controleposten gunnen de rijders zich niet veel rust. Gauw een stempel halen en dan weer voort. De tocht is deze keer wel bijzonder moeilijk. Strenge vorst, 14 graden, een snijdende oostenwind en ijs dat op vele plaatsen zeer slecht bereikbaar is. De rijders op weg naar Hinde lopen. Overal langs de route is de belangstelling ondanks de koude enorm. Geen rechtgeaarde Fries wil zich ook maar iets van deze titanenstrijd laten ontgaan. Voor de eerste maal leidt een gedeelte van de route over het IJsselmeer en wel van Hindelopen tot Workum. Hier gaat de kopgroep het haventje uit, de bevroren eenzaamheid van het IJsselmeer tegemoet. Weer terug in de bewoonde wereld. En dan komt Bolsward, waar Bosman zich even tijd gunt voor een warme dronk. En weer verder, steeds maar verder. Aankomst in Franeker. Schipper was even tevoren gevallen en heeft nu zijn hoofd in verband. Sportief heeft Bosman op hem gewacht en samen zetten ze de tocht voort. Na de zwaarste etappe, tot Dokkum, arriveren ze daar nog steeds onafscheidelijk om 3:15 middags. Van Dokkum naar Leeuwarden is nu nog een peulenschilletje met de wind weer in de rug. Een uur later, om 4:00, de terugkomst in de Friese hoofdstad. Bosman zet de kroon op zijn werk en gaat als eerste door de finish, een 30 minuten later gevolgd door Schipper, die 500 meter voor de eindstreep ten val kwam. Een onmenselijk zware tocht, de zwaarste waarschijnlijk uit de Elfstedengeschiedenis, is ten einde.
volkstelling. Zo bewerken sinds eeuwen overal ter wereld boeren hun akkers. En zo schiet op mysterieuze wijze het graan op tot kostelijk voedsel. Voedsel, de meest elementaire behoefte van de mens. Voedsel in overvloed, zoveel dat ieder menselijk wezen hiervan zijn noodzakelijk deel zou kunnen krijgen. Zou kunnen krijgen, want helaas in vele delen van de wereld heerst honger en gebrek. Dat was door een ondoelmatige verdeling reeds voor de oorlog het geval, het is na de oorlog nog verergerd. Men deed en doet wat mogelijk is om het voedseltekort aan te vullen en de ergste nood te lenigen. Een der organisaties die zich een betere verdeling van het beschikbare voedsel ten doel stelt, is de IFAP, de Internationale Organisatie van Landbouwers, die Nederland voor haar tweede congres na de oprichting heeft uitgekozen. Aan het congres ging een excursie vooraf, waarbij men zich een idee kon vormen van de stand van onze landbouw. In dit kader werd onder andere een bezoek aan Staphorst en omgeving gebracht. In Emmen gebruikten de deelnemers een echte Drentse koffiemaaltijd, een goede gelegenheid om kennis te maken met de hoedanigheid van het Nederlandse voedsel. Het congres zelf werd in de Ridderzaal in Den Haag geopend door minister Mansholt. Die zeide dat de IFAP een nieuw en rijk terrein gaat betreden, dat van de internationale samenwerking in de landbouw. Dit vereist harde, koppige en vaak ondankbare arbeid. Maar u bent boeren. En omdat ik zelf ook boer ben, weet ik dat u zich aan die arbeid niet zult onttrekken. The field you are going to enter, namely that of international agriculture, is rich and almost unlimited. The exploitation of these almost waste lands will require hard and stubborn, often thankless work. But you are farmers, and because I am one too, I know you will not shirk. De voorzitter van de IFAP, Mr. James Turner, zei onder meer in zijn antwoord: een landbouw in volle productie en de landbouwproducten doelmatig gedistribueerd brengen herstel en welvaart aan de mensheid en een graad van tevredenheid die geen verontschuldiging voor oorlog inhoudt. Agriculture in full production, with its products distributed in an orderly manner, introduces to the world the way to economic and social salvation, prosperity for all peoples, and a degree of contentment that leaves no excuse for war. De koffers zijn gepakt en Nederland trekt erop uit. Het is vakantietijd. Dan reizen de stedelingen naar buiten, de buitenmensen naar de stad. En in de stad willen wij onze vakantiereportage ditmaal beginnen. Niet alleen plattelanders, ook buitenlanders bezoeken onze steden en in grotere getalen dan anders. De stadsmens op zijn beurt zoekt als het even kan ook graag ontspanning in andere omgeving. Vaak kiest hij daarvoor de stilte der natuur. Anderen hebben toch graag wat mensen om zich heen en vinden bijvoorbeeld op het strand en in zeeverpozing. Zo doet ieder op zijn wijze nieuwe krachten op voor een nieuw jaar van arbeid.
Zoals in elke grote stad is ook in Rotterdam de autobus een vertrouwde verschijning. Hoeveelen maken niet elke dag gebruik van dit populaire vervoermiddel dat de buitenwijken dichter bij het centrum brengt en omgekeerd. Er komt heel wat voor kijken om dit wagenpark de verzorging te geven die het nodig heeft. Rotterdam mag zich sinds kort gelukkig prijzen met het bezit van een rust- en herstellingsoord voor deze bussen, uniek in Nederland, ja misschien wel in Europa. Deze grote garage die ruimte biedt voor 200 autobussen is voorzien van de modernste technische snufjes, als bijvoorbeeld de wasplaats voor twee bussen die tegelijk onder de douche kunnen. 6000 liter per douche en het vuile water wordt onder de grond afgevoerd. En dan in de werkplaats de 18 hydraulische hefbruggen die een inwendig herstel der bussen ten zeerste vergemakkelijken. Onnodig te zeggen dat deze kolossale garage voor het tram- en autobusbedrijf van Rotterdam en dus voor de bevolking van de stad een belangrijke aanwinst is. Aan boord van het opleidingsschip Nederlander. Flinke Hollandse jongens, wien de zee in het bloed zit, worden hier opgeleid. De zindelijkheid wordt aan een strenge controle onderworpen. Knopen en schorringen. Vlaggencode. Les in de behandeling van het kompas. Theorie. En praktijk. Tot de meest sympathieke bewoners van Artis behoren de aapjes. U kent ze wel. Maar deze aapjes, die kent u toch ook? Er zijn er weer een stuk of wat in het Amsterdamse stadsbeeld, officieel en met vergunning. Als u haast hebt, dan is dat de tram of de taxi. Maar als u de stad rustig wilt zien, doe dan als deze meneer. Neem een aapje. Het is het geëikte vervoermiddel voor wat de Engelsen noemen sightseeing. Er gaat iets weldadigs uit van zo'n ritje door de stad en door de parken. Zo'n aapje biedt echter geen onbeperkte mogelijkheden. Ten slotte is er nog een categorie die ook van de aapjes gebruik maakt, maar dat zijn snotaapjes. Wie wel eens gevlogen heeft, zal dit beeld direct herkennen. Voor de anderen vertellen we het even. Dit is Schiphol uit de lucht gezien, of preciezer gezegd, gezien uit de Douglas DC-6, de nieuwste aanwinst van de KLM. Daar komt hij aan. Deze DC-6 lijkt veel op zijn voorganger, de DC-4 Skymaster, is alleen iets slanker en is uit een nieuw soort lichtmetaal opgebouwd. De DC-6 heeft ook zwaardere motoren met afgeknotte propellers. De deur bevindt zich bij deze machine ongeveer op de helft van de romp. Met de stewardess gaan we mee naar binnen. Daar staan we direct in een soort portaal waarin zich de garderobe bevindt. Gaan we nu naar links, dan komen we in het voorste compartiment waarin 28 comfortabele zitplaatsen zijn. Aan de andere kant van het portaal bevindt zich de tweede cabine. Hier kunnen 8 stoelen veranderd worden in 2-persoonsbedden, terwijl er nog 4 1-persoonsbedden heel simpelweg uit de wand geklapt kunnen worden. Ja, er is gerekend op verre reizen. En wie verre reizen doet, moet ook wat eten. De kok aan boord kan op zijn elektrisch fornuis een smakelijk maal bereiden. Achter in de machine is een dameskleedkamer, compleet met kaptafels, spiegels en al die andere dingen die een vrouw zo prettig vindt. Het moet een genoegen zijn om met zo'n toestel te vliegen. Speciaal voor het Nederlands nieuws is de DC-6 de lucht ingekomen. En uit een heel gewone Dakota heeft een onze operateurs deze opname gemaakt.
Nog 6 van deze luchtkastelen zullen in de loop van dit jaar in ons land arriveren en als vliegende Hollanders het wereldluchtnet gaan bevliegen. Tot meerdere glorie van de Nederlandse burgerluchtvaart. De brug bij Zwolle over de IJssel wordt op feestelijke wijze weer in gebruik genomen. Ingenieur Hupkes, president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, knipt het lint door, waarna autoriteiten en genodigden over de brug wandelen, direct gevolgd door de eerste trein, die getrokken wordt door een nieuwe Zweedse locomotief. Noord- en Oost-Nederland zijn weer dichter bij het westen gekomen. Witte kristalsuiker. Hoe hebben we dit onmisbare voedingsmiddel leren waarderen in de bange hongerwinter, toen we door de nood gedwongen zelf wat zoetigheid trachten te bereiden uit suikerbieten. Ja, suikerbieten. Hier zijn ze. Kent u ze nog? Het interesseerde ons om eens te zien hoe suiker vervaardigd wordt. Ook u zal het interesseren. In fantastische hoeveelheden worden de suikerbieten weer gerooid en duizenden handen vinden alleen al hierbij volop werk. Ook machinaal kan er tegenwoordig gerooid worden. Het vervoer van de bieten naar de fabriek geschiet met alle denkbare middelen. We zijn dit jaar naar de suikerfabriek in Puttershoek gegaan, waar dagelijks miljoenen kilo's bieten worden aangevoerd. Met een warm waterkanon worden de bieten van de wagens afgespoten. Dat heeft 2 voordelen. Ten eerste gaat het lossen op deze wijze zeer snel en ten tweede verdwijnt reeds hier een groot deel van de modder. De bieten komen in een goot terecht en worden zo verder getransporteerd de fabriek in. Hier worden ze eerst grondig gereinigd in grote wasmolens. Vervolgens komen de suikerhoudende knollen in andere molens waar ze gesneden worden. De eerste fase is begonnen. Dan naar de kookketels. Hierin wordt de suiker bij een temperatuur van 70 graden Celsius uit de snijdsels geloogd, waarbij de ons allen welbekende pulp overblijft. U weet wel, waar we die koekjes van bakten. Vanuit de kookketels gaat het zogenaamde ruw sap naar de vacuümketels om te worden ingedampt, nadat het sap tevoren een zekere reiniging heeft ondergaan door middel van kalk. In deze vacuümketels ontstaat na enige tijd een stroperige massa. Regelmatig wordt de dikte hiervan gecontroleerd. In grote centrifuges wordt nu tenslotte de suiker van de stroop gescheiden. In een onafgebroken brede stroom gaat de suiker naar de inpakmachines. De dagproductie in Puttershoek is voldoende om alle inwoners van Rotterdam, Schiedam, Utrecht en Dordrecht samen een rantsoen voor ongeveer 3 weken te verstrekken. Had u gedacht dat er zoveel kwam kijken om suiker te maken? Vast en zeker niet. In het Nederlands Studentensanatorium in Laren, Noord-Holland, brengt professor Heringa in aanwezigheid van vele autoriteiten dank aan de besturen van 2 Curaçaose steuncomité's.
Reeds gedurende de oorlog werden namelijk in Curaçao gelden bijeengebracht voor het herstel van Nederland. En belangrijke giften uit deze fondsen hebben bijgedragen tot de oprichting van dit sanatorium, waar studenten in staat worden gesteld hun studie tijdens de kuur voor te zetten. Van de bouwplannen kon nog slechts een deel worden uitgevoerd, omdat het benodigde materiaal ontbreekt. De West-Indische schenkers hebben echter kunnen zien wat reeds bereikt werd en wat nog verwacht mag worden. Bij Muiden
De duivensport in ons land leeft weer sterk op. In de bezettingsjaren zijn miljoenen van deze dieren afgemaakt, omdat onze bezetters ze als overbrengers van berichten te gevaarlijk achten. Maar direct na de bevrijding zijn overal in het land de liefhebbers weer aan de slag gegaan. En langzamerhand komt de duivenstand weer op het oude peil. Met grote zorg en toewijding worden deze gevleugelde vrienden van de mens behandeld. En dat ze het samen goed kunnen vinden, bewijzen deze opnamen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Nadat ze dicht bij huis geoefend hebben, moeten ze bewijzen dat ze echte postduiven zijn. En dat gebeurt in een wedstrijdvlucht. Eerst krijgen ze hun persoonsbewijs in de vorm van een ringetje aan de poot. In speciale manden vindt het transport plaats, soms over 1000 kilometer of meer. Het blijft een raadsel hoe deze diertjes de weg terug weten te vinden. Eenmaal weer vrijgelaten, cirkelen ze even rond en dan schieten ze met een snel treinvaartje in de goede richting naar huis. In het internationaal nu de winter voor de deur staat, is het interessant om eens te zien wat er allemaal moet gebeuren voordat de turf, zoals wij die kennen, onze huizen kan verwarmen. Hier zijn we in het Drentse veengebied, waar de productie alweer groter is dan voor de oorlog. Het veen wordt eerst in een grote molen gespit en daarin met water vermengd. De brei die dan ontstaat, stroomt in grote bakken. Als het water is weggezakt, wordt de veenplaat vastgetrapt of gerold. De gewenste breedte en dikte wordt erin afgetekend en de turf uitgesneden. Daarna worden de turven op een speciale wijze opgestapeld, zo dat de lucht ze aan alle kanten kan bereiken. Ze worden dus in de natuur gedroogd. En pas als dat gebeurd is, dan kan de reis beginnen naar de Nederlandse fornuizen en potkacheltjes. Heel Maastricht. De benzinepositie laat nog niet toe dat op zondagen plezierritjes gemaakt worden. Er is daarom nog geregeld controle door het gehele land. Kan aantonen dat hij inderdaad voor zakelijke doeleinden van zijn auto gebruik maakt en buitendien geen toestemming heeft om op zondag te mogen rijden, riskeert dat hij zijn wagen kwijtraakt en moet lopen.
In de eeuwenoude hal van het Haarlemse stadhuis kon men zich deze dagen in het verleden wanen, toen de acteur Kruis Voorberg er onder auspiciën van de Stichting Haarlems Bloei zijn verzameling Oud-Hollandse kostuums toonde. Hier is eerst een ochtendtoilet, zoals dat aan het einde van de 18e eeuw in Friesland gedragen werd. Dit kostuum werd omstreeks dezelfde tijd gedragen door rijke Zaanse dochters. Het mandje is gemaakt van walvisbaleinen. Zo was een deftig burger in die dagen gekleed. Het kleine staartje achter het hoofd werd schorseneeltje genoemd. Een adellijk meisje met de kinderjuf. Voor de geborduurde klompjes gebruikte men toen de naam klinkertjes. Wij kennen ze tegenwoordig als kleppers, alleen wel iets eenvoudiger. Een friezin in traditioneel begrafenisgewaad. En tenslotte een dracht uit Zeeuws-Vlaanderen. De gehele collectie, die van grote cultuurhistorische waarde is, zal in Haarlem in een daarvoor te stichten museum een plaats krijgen.